De eerste elektrische auto van Kia ooit. Heel veel goedkope elektrische stadsauto's zijn er niet, tenminste niet in Europa. Maar dit is er eentje die kant en klaar in Zuid-Korea al geleverd wordt. Het is de Kia Ray EV. Eigenlijk sinds 2011 levert Kia deze auto al in Zuid-Korea. Dit is inmiddels een nieuwere versie. Nog steeds gebaseerd op de Picanto. 35,2 kWh accupakket haalt hij zo'n 205 km mee. Rij je veel in de stad, dan zou je zo'n 233 km moeten kunnen halen. Nou, heel veel ruimte achterin, verschuifbare achterbank. Alle vier zitplaatsen kunnen ook plat. En dan heb je eigenlijk een rijdend tweepersoonsbed. Schuifdeur dus alleen aan de rechterkant. Echt een grappig ding. 3,60 meter lang, 1,60 meter hoog. Of 1,60 meter breed moet ik zeggen, 1,70 meter hoog. 1295 kilo weegt hij. En het doet een beetje denken aan een, qua vorm, aan een Jeep die in de autopers is gekomen. Maar dat die net op tijd ontsnapt is voordat hij helemaal plat gedrukt werd. 14 inch wielen. Kost in Zuid-Korea 27.750.000 Koreaanse won. En dat is omgerekend zo'n kleine 19.000 euro. Dan gaat er ongeveer 4.000 euro aan subsidie van de Koreaanse overheid vanaf. En heb je dus voor 14.000 euro een prima bruikbaar gezinsautootje. Super vierkant, super overzichtelijk. Groot glas. Hier zit nog wat ruimte onder. 35,2 kilowattuur accupakket dus. Kijk, aan deze kant een gewoon portier. Heel veel luxe. Stoelverwarming achterin. Ja, je zit ook achterin eigenlijk best wel goed. Ja, niet verkeerd. Stuurverwarming. Stoelverwarming voorin. Stoelkoeling voorin. Nou, we kijken zo nog even naar het interieur. Eerst even het kapje open trekken. Hij is ook leverbaar met een 1 liter 3 cilinder met 76 pk zonder turbo. En dus deze elektrische variant. 86 pk, 147 Nm op de voorwielen. Grappig ding. Snellader doet hij 40 minuten van 10 tot 80%. En alle auto's in Korea, alle elektrische auto's hebben een blauwe kentekenplaat met EV erop. Ja, gewoon een, wat een grappig ding als je zo naar kijkt. Doet een beetje denken aan de Japanse Kai cars. En die hebben ongeveer dezelfde afmetingen. Grote spiegels heb je hier ook wel nodig, want ze steken hier zomaar over zonder dat ze kijken. Ja, alles elektrisch van binnen. Daar is de stuurverwarming. ESP kan zelfs nog uit in een wilde bui. Stoelkoeling, stoelverwarming. Airco unit. Multimedia systeem. Klokjes. Alles zit er eigenlijk op wat je nodig hebt. En dat dus omgerekend voor zo'n 14.000 euro met de subsidies. En je ziet ze dan ook werkelijk overal rondrijden hier. Veel praktischer en ruimer kun je voor dit geld eigenlijk nergens rondrijden. Maar ja, misschien wil je ook helemaal niet rondrijden in dat ding. Want hoe rijdt dit, hè? Dit ding is alleen in Zuid-Korea leverbaar. Blijkbaar niet geschikt bevonden voor de Europese markt. Nou, is dat zonde of is dit gewoon een auto die lekker hier moet blijven? Dat gaan we eens even uitzoeken hier in de enorm drukke binnenstad van Seoul. Ja, en hoe rijdt dat dan? Zo'n Ray EV, een auto gebaseerd op de Picanto, rijdt al 13 jaar rond in Zuid-Korea. De eerste Europese, of de eerste elektrische auto van Kia ooit. Nog voor de Seoul. En ja, dit autootje is helemaal gemaakt voor de stad. Je hebt perfect overzicht. We kijken wat de ruimte eromheen zit. De voorruit is ook heel ver van me af. En hij is eigenlijk snel zat. Zeker voor de stad. Hier, zelfs wat wielspin. Ja, je zit er goed in. Beetje kort misschien, maar wow, prima. Flippers aan de stuur om te regenereren. En het is hier letterlijk van stoplicht naar stoplicht rijden.
Maar hij reageert mooi gedoseerd op het gas. En stuurt heel licht. Nou, hij is natuurlijk super kort, dus hij is super wendbaar. Lekker zacht gedempt en soepel geveerd ook. Het is natuurlijk, zeker voor een elektrische auto met 1295 kilo, geen hele zware auto. En hier gaan we even voorbij. Hoppa. En ja, zoals je ziet, acceleratievermogen genoeg. Rempedaal, ja, lekker te doseren. Soepel onderstel, lekker comfortabel, alle luxe aan boord. Deze auto zal waarschijnlijk iets meer kosten dan die 18.000 en een, of tenminste een kleine 19.000 euro. Dit is een wat duurdere uitvoering, hier zitten wat meer spulletjes op. Maar even kijken of wij hier naar rechts kunnen, tussen al het winkelend publiek in. Dat kunnen wij met die vriendelijke uitstraling van die Ray EV. Ja, rempedaal is goed. Je prakt hem overal tussendoor. Echt ideaal voor zo'n mierenhoop als Seoul. Het is ook heel gaaf om te zien wat hier allemaal rondrijdt. Er rijden hier allemaal modellen rond van Hyundai en van Kia die je in Europa allemaal niet hebt. Ik geloof dat die Hyundai zelfs 46% van de automarkt in handen heeft. En Kia heeft er ook nog een aanzienlijk aandeel in. Dus echt de totale dominantie van Hyundai en Kia. En deze auto dus, die Ray EV, die zie je echt super, super veel. En als je zo een beetje rondrijdt hier, ja, dan kan ik het ook wel begrijpen. En je vraagt je dan ook af, waarom komt dit niet naar Europa? Ze hebben een kant-en-klare, goedkope elektrische auto, die zeker voor stadsgebruik. En je hebt ook allerlei rijhulpjes ook. Alle moderne voorzieningen zitten er eigenlijk op. Waarom ze dit niet naar Europa halen? Het zal ongetwijfeld iets met veiligheidsvoorzieningen te maken hebben. Maar als je zo hier een beetje in de stad rijdt, je probeert te persen tussen de brommetjes, tussen de voetgangers, tussen al die andere medeweggebruikers, ja, dan is dit toch echt wel een ideaal vervoersmiddel. Dus ik zou zeggen, Kia, haal dit ding naar Europa. Haal dit ding naar Nederland.